Dit jaar is het op de kop af 70 jaar geleden dat Molukkers naar Nederland kwamen. In 1951 waren het voornamelijk militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, ofwel het KNIL, die met 11 schepen met hun gezinnen arriveerden. Het verblijf in Nederland was tijdelijk, althans, dat was de bedoeling. Nu telt de Molukse gemeenschap ruim 70.000 zielen. De meesten woonachtig in een van de 65 zogenaamde Molukse wijken. Een verslag van Sam Jones. Ik ben in de Molukse wijk boven Smilde. En je ziet al gelijk dat dit een Molukse wijk is. Overal bij de lantaarnpalen zie je de kleuren van de Molukse vlag. En ik ga hier praten met Mientje Hooley. En ook Gonda Boersma. Goeiedag mevrouw. Mietje Hurley, woont u verderop? Het tweede blok, eerste deur. Oh, oké. Okay. Dus dit is de eerste blok, tweede blok, eerste deur. Eerste deur, dank u wel. De Molukse wijk boven Smilde bestaat ruim 50 jaar. Dat is te zien aan de straattegels die door kinderen versierd zijn met teksten als Hoera, Molukse wijk boven Smilde 50 jaar. En borden met foto's en teksten uit de eerste jaren van deze Molukse wijk. Molukkers uit boven Smilde komen net zoals die uit Assen uit woonoord Schattenberg, het voormalige kamp Westerbork. Boven Smilde is vooral bekend van de gijzeling van de basisschool dit jaar 44 jaar geleden. Op 23 mei 1977 beginnen om 9 uur 's ochtends twee gijzelingen. In Boven Smilde gijzelt een groep Molukse jongeren ruim 100 schoolkinderen en hun onderwijzers. Een andere groep Molukse jongeren gijzelt ruim 50 treinpassagiers bij de punt. De meeste Molukse actievoerders die betrokken waren bij zowel de treinkaping als de gijzeling op de lagere school hier in Boven Smilde kwamen uit deze wijk. Dat was toen. Op dit moment, als ik hier rondloop in de Molukse wijk op weg naar een bijzonder monument, is het rustig. Af en toe een auto. Ik loop op een groot plein, midden in de wijk. Aan de ene kant van het pleintje staat een kerk, Betania. En aan de andere kant waarschijnlijk een Molukse vereniging. Een beetje verwaarloosd gebouw. Molo'uku staat erop. Ik zie tafels staan, stoelen, poster van Che Guevara. De kleuren van de RMS-vlag op lantaarnpalen, voor de ramen, op auto's, een poster van Che Guevara. Veel verwijst hier naar de jarenlange strijd van Molukkers. Strijd voor erkenning nadat ze voor Nederland gevochten hadden, maar daarna in de steek gelaten zijn. Acties waarmee ze soms het nieuws haalden. Zoals bij de gijzeling 44 jaar geleden van leerkrachten en kinderen op de lagere school, hier in Boven Smilde. Toen schoolkinderen in koor riepen, van acht, wij willen leven. Het was een dramatisch moment toen de gegijzelde kinderen in de school in Boven Smilde dit 2 dagen na de overval in spreekkoor riepen. Weer 2 dagen later werden als gevolg van een besmettelijke ziekte, zoals het genoemd werd, alle kinderen vrijgelaten. Maar toen de bus was weggereden, bleven 4 leerkrachten in gijzeling achter. Goeiedag meneer. Hoe is het wonen in de Molukse wijk? Ik vind het prima. Ja? Ja. Gezellig of... Ja, ik vind gezellig zo'n heel stom oer-Nederlands woord. Dus ja. Wat is gezellig? Er is nooit wat, weet je. Het is altijd goed. Ja. Ja. Ik maak een reportage over de Molukse wijk. Oké. Okay. Ja. Ja, ik hou er altijd wel van, weet je, als het niet allemaal... Ik kom uit Den Haag van oorsprong. En dus af en toe word je wel een beetje moe van hier zo van... Ik vind dat wel leuk, een beetje meer culturen, toch? Ja. Leer je van? Een tijdje geleden was hier wel een gijzelingsactie van de school, hè? Ja, 44 jaar geleden. Ja, ik was jong toen in die periode. De punt, weet je, dat staat zeg maar bij mij nog best wel redelijk op mijn netvlies. Die treinen, dat was wat je actie, zag. Treinkaping, ja. Dat was wat je zag als de televisie aanging. En als je hier gaat wonen, ga je er wat meer in verdiepen. En dan hoor je wat meer, zeg maar. Schrok je ervan? Of wat was er? Nou, ik ben eigenlijk meer geschrokken van
dat mensen zeg maar in oude jodenkampen worden op neergezet. Schattenberg. Schattenberg, ja, en als je de mensen zelf hier hoort, wil je terug naar Ambon? Nee, dan willen ze terug daarheen. Naar Schattenberg. Ja, en dat vind ik heel... Maar ja, als je daar je jeugd natuurlijk, je hebt wel alle vrijheid om je heen. Dat is wel lekker. En je hoeft je waarschijnlijk aan wat minder regels te houden. En voor u is het ook lekker wonen hier? Ik vind het, ja, voor mij is het heerlijk, man. Ik kan, het maakt niet uit, welke, het is nooit druk. Hier aan de overkant is een Molukse wijkgebouw, neem ik aan. Ja, ja. Zijn er wel eens feesten of zo? Of, De laatste tijd niet, hè? Nee? Nee. Vanwege het gele... Vanwege de corona natuurlijk. Oh, ja, ja, ja. 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 Mietje Hulie, woont hier? Nee. Nee, waar woont ze? Precies hiernaast. Hiernaast, zo, sorry. Ik had de verkeerde. Oh, Levi. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ik ben Sam Jones. Hallo. Mietje Hulie, is hij er? Of... Ja. Oh, ze is bij de Brink. Oh, oké. Je bekend bent bij de Brink? Nee, ik ben... Is net precies hier achter dit blok. Oké. Okay. Daarachter, precies erachter. En hoe kom ik daar? Langs het... Kijk, als je hier zo... Wij zijn net vandaan komen. Ja. En dan voor de stichting ben je linksaf? Ja, okay. Daar Okay. Na even zoeken kom ik Mientje Hulie dan eindelijk tegen. Niet ver van het Brink Baru monument, dat staat op de plek waar de lagere school stond. Intussen werden de in Bovensmilde gearresteerde bezetters van de school met busjes van de marechaussee afgevoerd.
Deze aflevering van de podcast Molukse Wijken, Eiland in Polderland is gemaakt door Sam Jones. Een project van Stichting Sonodocs. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, idee en productie, Guido Spring en Sam Jones, verslaggevers, Magda Augustijn, distributie en mijn naam is Rocky Tuhuteru. Kijk voor meer informatie op molukswijken.nl.